Ernstig zieke mensen, voor wie geen genezing meer mogelijk is, hebben de laatste dagen van het leven, willen de laatste dagen van het leven het liefst doorbrengen met familie en vrienden, in een vertrouwde omgeving. Dat kan helaas niet altijd. Bijvoorbeeld doordat de familie de druk die deze fase van het leven met zich meebrengt niet aan kan. Een hospicehulp kan daar een oplossing voor zijn. Het Diaconessenhuis, het EVS College, COFAP en de Stichting Surizorg hebben het initiatief genomen om via de Twinningsfaciliteit Suriname-Nederland de palliatieve zorg in Suriname te versterken. Palliatieve zorg is de zorg in de laatste fase van het leven en heeft als doel om de kwaliteit van het leven van de ernstig zieke mens te verbeteren. De drie organisaties willen dit doel bereiken door het bouwen van een hospice, een huis waar mensen de laatste periode van hun leven doorbrengen en waar de zorg niet gericht is op genezing, maar op het verminderen van het lijden. Vandaag vond op het achterterrein van het Diaconessenhuis de eerste steenlegging plaats. Ruud Mangro is verpleegkundig directeur en voorzitter van het directieteam van het Diaconessenhuis. Ze zegt dat er onderzoek is gedaan naar de noodzaak van deze hulp. In 2014 33 in de terminale fase met een gemiddeld aantal liggendagen van 25. En dit zijn allemaal personen die dus in het Diaconessenhuis eigenlijk liever in een andere omstandigheid zouden willen zijn in deze periode. Maar dit geeft onder andere aan dat het wel belangrijk is dat ook deze mensen in een andere omstandigheid met hun familie in een vertrouwde omgeving kunnen zijn om hun laatste dagen door te brengen. We hebben ook vanuit andere instellingen, we hebben onze zustersinstellingen gevraagd om data voor ons op te leveren. En we hebben gezien dat in 3 jaar tijd, wat er eigenlijk geregistreerd is, niet alles is geregistreerd, dat er in 3 jaren 170 mensen in de terminale fase overleden zijn in een ziekenhuis met een gemiddelde liggenduur van 16 dagen. Dus dat is buiten het Diaconessenhuis om. Dus dit geeft eigenlijk aan hoe groot de noodzaak is voor mensen in de terminale fase om ondersteuning te ontvangen. Een patiënt in de terminale fase blijft in de instelling, zoals ik al aangaf, is dat niet de meest ideale omstandigheid om er te zijn. Een ziekenhuisbed met 5 andere patiënten misschien en de familie er niet elke keer bij kan, want we hebben bezoektijden in het ziekenhuis. Je bent gebonden aan bepaalde regels, dus dat is niet de meest ideale situatie. De familie kan het misschien thuis niet aan, geestelijk, maar misschien ook fysiek. Als we kijken naar de omstandigheden nu waar we in verkeren, waarbij vele familieleden, gezinsleden aan het werk gaan, is het soms heel erg moeilijk om de hulp te bieden aan iemand die in de terminale fase is en die hulp wel nodig heeft. Naast de hospice hebben het Diaconessenhuis, COFAP en Stichting Surizorg meerdere plannen. Eén daarvan is het opzetten van een steun- en informatiecentrum, zegt Mangro. Het gebeurt wel dat er mensen in huis en in thuissituaties zijn die hulp nodig hebben, die advies nodig hebben, die even moeten weten hoe ga ik om met een bepaalde situatie. En is het goed als er zo'n steunpunt is waar men naartoe kan bellen of even langs kan komen om een vraag te stellen. En dat willen wij dus met z'n allen gaan doen in dit project. Verder willen we een hospice opzetten waarbij palliatieve terminale zorg geboden kan worden. Een hospice is eigenlijk een plek waar de mensen in de laatste fase kunnen zijn. Een hospice heeft zijn intrede gedaan een aantal jaren geleden in het buitenland. Een grondlegger van de hospice is Cecile geweest. En zij heeft inderdaad aangegeven de combinatie van en terminale zorg, de sterfensbegeleiding en de palliatieve zorg. En haar uitgangspunten waren dat in de laatste fase de persoon er recht op heeft om alles wat hij of zij nog zou willen doen of kunnen doen in die fase om het nog te kunnen doen. En sinds zijn een aantal hospices wereldwijd ontstaan. In Suriname is er nog geen hospice, dus wij hebben de primeur om dit samen met onze partners in Suriname op te gaan zetten. Verder willen we ook kijken naar bij- en nascholing van vrijwilligers, verplegenden en artsen. En daar is onze partner COFAP verantwoordelijk voor. COFAP is een onderwijsinstelling
En zij hebben als hun verantwoordelijkheid op zich genomen om de mensen te trainen. Vrijwilligers te trainen, verplegenden te trainen en ook artsen zullen getraind worden. Het is erg belangrijk dat de mensen die deze zorg zullen bieden ook in staat zijn dit te doen. Aldus Rut Mangro, verpleegkundig directeur en voorzitter van het directieteam van het Diaconessenhuis, vandaag bij de eerste steenlegging van de hospice. De hospice krijgt als naam mee Hospice de Horizon en komt volledig tot stand met gelden van donateurs. Waar de initiatiefnemers zich nog sterk voor maken, is dat deze zorg zal worden opgenomen in de basiszorgverzekeringswet. In eerste instantie wordt een hospice Horizon gebouwd met 4 kamers en kantoorruimten. Het streven is er uiteindelijk op gericht om 8 kamers te bouwen.